Een typische Tom Lanois-bril is een bril die eigenlijk wel heel erg opvalt. Tom draagt graag brillen die zichtbaar zijn, die opvallend zijn, die kleurrijk zijn, die eigenlijk in het oog springen. Dus vanaf dat je Tom ziet, zie je uiteraard ook zijn bril. En waarom is dat? Want dat is eigenlijk wel een grote reden waarom. Tom heeft serieuze dioptries. En als je een opvallende bril draagt, dan vallen die sterktes van die glazen absoluut niet op. Dus Tom heeft van kleins af aan al een bril. Had waarschijnlijk toen al serieuze dioptries. En automatisch besef je, als uw bril meer opvalt, dat de mensen over uw bril spreken en niet over uw glazen. En ik denk dat dat de reden is. Dat zit bij hem gewoon ingebakken. En het is fantastisch eigenlijk, hè, dat hij dat beseft. Heeft de stijl van brillen van Tom Lanois ook invloed op uw klanten? Uiteraard. Er zijn mensen die binnenkomen en zeggen, wauw, fantastisch, een bril lijkt Tom Lanois. We zijn blij dat we u gevonden hebben. Het tegenovergestelde gebeurt ook, van ik wil absoluut geen bril gelijk Tom Lanois. Zijn er eigenlijk nog andere beroemdheden die dat de klanten inspireren of gaan ze toch voor hun eigen stijl? Ja, mensen bijvoorbeeld uit ons eigen landje, Tia Hellebout, die zal vanaf nu zeker, hè, met haar gouden medaille, zal zij mensen aanspreken en vooral sportmensen om niet te twijfelen te brillen. Tijdens een sportwedstrijd of gewoon tijdens hun persoonlijke sporten. Maar ook beroemdheden, ik zal ook weer zeggen uit ons eigen landje, Boogie Boy, inspireert eigenlijk ook heel veel mensen. Ja. Elton John is dus ook wel echt een super voorbeeld. Hè? Want die mens heeft, ik denk geen honderden brillen, ik denk dat hij duizenden brillen heeft. En dat is echt ook iets waar veel mensen, die van Elton John, maar Elton John heeft zoveel brillen, dat is onvoorstelbaar. Hij heeft trouwens ook Theo-brillen in zijn collectie zitten. Fantastisch, hè? Zou ik ook zoiets een bril mogen passen? Natuurlijk. Ik denk dat wij voor u mooie brillen gaan vinden. En dat kan, nagelang wat jij zegt, wat je eigenlijk zou willen dragen, kunnen wij ervoor zorgen dat je er zo of zo uitziet. Jullie weten misschien dat Tom Lanois vandaag 50 jaar wordt. Hij draagt altijd een bril. Maar wat ik wil vragen is of jullie misschien iemand kennen die goed met een bril staat. Tom Lanois natuurlijk. Mijn zuster. Geen Verhofstadt? Alhoewel, die staat er niet op mijn man. Verhofstadt. Hier verrast net. Marcel van Tilt. Ik vind dat mijn man goed met een bril staat. Elton John. Mijn moeder. Boudewijn is mijn voorbeeld. Een gewoon zilveren montuurke. Ding is, Jean Blouten. Een heel dunneke. Ik zou het niet weten. Boma. En moet dat een Belgische brillendrager zijn of een Nederlandse? Lambert. Oké. Okay. Met zijn groen brilletje nou. Nou, mijn dochter draagt ook een bril. Sarah. Sarah de Roze. Tom Lanois zelf.